je nu ook weer de MPAA, de organisatie van, volgens mij is dat film, van de filmindustrie. Ja, dat klopt, ja. Die zijn nu weer een offensief begonnen tegen het web. Tegen de cloud nu. Ja. Mensen zien mij glimlachen. We worden nu weer gezandstraald. Dus alle plekken die nat zijn aan de auto, die zijn nu weer vies. Ja. Maar ze hadden dus... Nu hebben ze weer iets... The cloud is de grootste bedreiging voor de filmindustrie. Ach. En toen zag ik laatst eens een lijstje van waar de MPAA allemaal... wat ze als de grootste bedreiging voor de filmindustrie ooit allemaal hebben gezien. En dat zijn dus dingen als VHS. Oh ja. Wat ze idioot veel geld heeft opgeleverd. Ja. Daar zijn ze rijker van geworden dan ze daarvoor ooit waren. Precies, ja. Ze konden films gewoon nog een keer verkopen. Ja. CD's, DVD's, alles. Bandjes. Alles wat nieuw was, was een bedreiging voor de hele filmindustrie. Ja. En ze hebben dus ook alles wat nieuw was, hebben ze tegengewerkt, altijd. Ja, of ze hebben een alternatief voor geboden. Dat is heel erg grappig, want ze hebben ook alternatieven geboden als reactie op die innovatie. Ja. Dus zo van, dat is ons format en daar hebben wij 100% controle over. En die zijn zonder uitzondering zijn die geflopt. Ja, ja, ja. Betamax. Hoe heet het? DCC was er ook zo eentje. Dat was een samenwerkingsverband met Philips en zo'n beetje alle platenmakers, behalve Sony. Ja. En het is zo grappig inderdaad dat ze... een soort van single focus bezig zijn. Ja. Goed. Nou, en ook, nu was laatst ook weer een voorbeeld van... Weet je, het is echt zo alleen maar vanuit de rechthebbende gedacht en niet vanuit de gebruikers. Ja. Dus laatst is er een of andere aanbieder van... ik geloof van manga-filmpjes of zo in Japan. Uh-huh. Die is failliet gegaan. Of die stopt te bestaan. Ik weet niet meer precies of hij nou failliet is of gewoon stopt. Mm-hmm. Maar in elk geval wat daar aan de... daar kon je dus online kon je al die filmpjes bekijken. Dus dan betaalde je voor een filmpje en dan kon je hem online bekijken. Een soort van Netflix. En dat was DRM. Dus je kon het niet downloaden. Oh, okay. Maar... En nou gaan ze dus... stoppen ze ermee. En dan kunnen mensen niet meer kijken naar waar ze voor betaald hebben. Oh, dat is een probleem. Terwijl als je het illegaal gedownload had, dan kan je het nog wel bekijken. Dus dat DRM, dat laat maar zien, dat DRM is vijandig voor de consument. Het is echt consumentvijandig. Het is tegen, het maakt het vervelend voor de mensen die het hebben gekocht om het te gebruiken. Ja, het is vooral dat het ook geverifieerd moet worden. Ja. En stel dat het nou een wachtwoord was wat op het bestand zit of zo. Nou ja, daar kan je nog mee leven. Maar ja, dit is zodra je... Een beetje suf. Want ik had het dus... Het gaat altijd uit van de slechtheid van de mens. Ja. Dat is het. Dus dat zegt eigenlijk iets dus over de eigenaar. Maar dus dat het telkens gecontroleerd moet worden als een soort van schoolmeester. Ja. En in dit geval is de schoolmeester ook nog eens degene die... die de punten uitdeelt. Slechte analogie. Maar fijn, want ik had dus een film gekocht bij iTunes. En denk van, oh, die ga ik even op mijn andere computer bekijken. Nee. Want ik had die computer even niet aanstaan of zo. En dus dan opende ik hem in QuickTime, wat dus totaal een Apple-programma is. En die zei van, oh, ik moet iTunes opstarten, want ik moet eerst verifiëren of jij dit bestand wel van 4,5 gig, of je die nog wel mag bekijken. Ja. En ik denk zo, dude, dit is toch gewoon eventjes contact maken met een servertje en dan Apple ID invoeren. Ja, maar zoals dat, hou op met de toestemming. Het is allemaal, weet je, het web en het internet zou dingen beter maken en makkelijker maken. Ja. Het heeft heel veel dingen vervelender gemaakt. Ik stopte vroeger gewoon een videoband in de speler en hij deed het. Ja. En nu moet ik dus... toestemming krijgen om een filmpje te kijken. Dat is belachelijk. Ja. Ja, maak het makkelijk. Hè? Ik bedoel, misschien kan het wel met DRM, maar maak het onzichtbaar. Ja, of maak geen DRM, want al die uren die er worden besteed door al die programmeurs om DRM te maken. Ja. Misschien is dat wel meer. Dat is waarschijnlijk duurder dan de zogenaamde schade die er wordt geleden door mensen die. Of als je die mensen nou gewoon inzet om het product makkelijker te maken om te huren. Ja. In plaats van moeilijker.
Misschien gaan mensen dan ook minder pirateren. Ja, precies. Ja. Het is ook gewoon een heel stuk minder... Het is een minder barrière ook voor mensen om daadwerkelijk... gewoon lekker aan de slag te gaan met hetgeen wat ze moeten doen, namelijk consumeren. Ja. Sorry, dat is wel heel erg kapitalistisch, maar dat is hetgeen waar je nou voor die bedrijven naar op zoek zijn. Het is niet, mensen moeten niet consumeren. Mensen willen gewoon die dingen zien. Ja, precies, ja. Weet je, die willen dat. Dan willen ze, en daar willen ze best wel voor betalen. Niet iedereen, maar dat geeft niet. Nee. Ik bedoel, het is toch te gek dat wie zei dat nou? Dat was zo'n muzikant. Die muzikanten die weten het wel, geloof ik. Kinderen hebben groot gelijk dat ze gewoon het op een bandje willen zetten en er niet voor willen betalen. Die hebben helemaal geen geld om alles te kopen. Nee. Maar dat is toch juist een eer dat ze dat willen horen. Maar dat is een eer als je het gemaakt hebt. En dat is natuurlijk ook het verschil. Ja, precies. Ja. De industrie maakt niks. Nee. Die distribueert alleen maar. Oh, maar dat is inderdaad... Dat is eigenlijk het punt, hè? Ja. Het is inderdaad een eer. Hoewel, er zijn ook artiesten die zeggen van... Nee, dat is trouwens niet zo. Alleen, ik geloof dat alleen Disney destijds misschien heel erg principieel was over het gebruik van zijn eigendom. Wat heel grappig is. Metallica had dat. Alle sprookjes van Disney zijn trouwens gebaseerd op open source sprookjes. Nou ja, als een poster bijvoorbeeld. Niet zozeer een open source sprookje. Nee, maar het is verlopen. Er is geen copyright meer op. Ja. Want die meneer die is al 40 keer dood. Ja. Maar weet je wat interessant is? Copyright-grens die schuift telkens op, hè? Ja. Is dat niet, schuift hij niet op met de leeftijd van... hoe heet die Britse zanger ook alweer? Die maar niet... Van Disney. Elke keer dat Disney-filmpjes... in het public domain dreigen te komen, schuift het op. Dat is gewoon de lobby van de filmindustrie. Want ik dacht dat het in Amerika, of in de UK is het, want daar hebben ze dat ook geregeld natuurlijk, dat er dan leden van de Beatles als soort van eikpunt, of van de Rolling Stones als eikpunt wordt genomen. Maar er is Cliff Richard, dat is het. Ja, Sir Cliff Richard, die wil maar niet doodgaan. En dus wordt telkens die copyrightrechten, die worden opgeschoven met zijn leeftijd. Ja. Want het is natuurlijk absurd dat hij op een gegeven moment, wel op zijn 85ste, niet meer kan genieten van zijn eigen werk. Ik vind het zo raar. Het is tegenmenselijk of zo. Mensen begrijpen het niet. Het klopt ergens niet. Juristen snappen het, maar mensen niet. Nee. Het is trouwens wel een mooie trend die ik nu zie. Dat is dat